moet vandaag weer terug naar de PABO. En nee, niet om een les te volgen of om een toets te maken. Nee, ik ga vandaag mijn diploma ophalen, want ik heb vandaag mijn diploma uitreiking. Hij is in de middag, dus het is een beetje rot timing. Dus ik heb vanochtend heel kort les gegeven. Toen ben ik hierin gechased en nu is het tijd om klaar te maken. Ik heb even wat ijskoffie gemaakt. En nu ga ik dus even mijn gezicht fatsoeneren, zodat het gewoon even wat leuker zit. Mijn outfit ga ik straks nog aantrekken. Maar het is gewoon tijd om me even klaar te maken. Dus ik dacht, ik praat jullie ondertussen een beetje bij over hoe ik me voel. Over het feit dat ik mijn diploma op ga halen. Het is heel raar, want ik heb dus heel mijn opleiding zo goed als in met lockdown. En dat is gewoon in mijn coronatijd meegemaakt. En het is gewoon heel gek dat het nu al voorbij is. Want het voelt echt niet alsof het 4 jaar is geweest. En dat ik nu officieel al aan het werk ben. Het is gewoon allemaal heel raar. Ik ga trouwens even mijn haar vast doen. Want anders zit het in de weg. Maar het voelt gewoon niet als 4 jaar. Omdat ik sowieso een half jaar thuis heb gezeten. Met eigenlijk geen lessen. Dus het voelt gewoon heel raar om nu mijn opleiding af te ronden. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik nu echt gewoon fulltime aan het werk kan. Het is heel vermoeiend. Ik vind het heel zwaar. Maar ik vind het zo ongelooflijk leuk. En ondertussen doe ik trouwens even deze dagcreme op. Dit is een meekleurende dagcreme. En hij is, als je hem opdoet, iets te donker. Maar hij blendt gewoon heel mooi uit. Waardoor ik echt een mooie glow heb. En I love it. Het is echt mijn favoriete product die ik dan niet dagelijks gebruik. Maar wel echt mega mooi vind. En ik vind gelijk dat mijn ogen veel blauwer worden als ik dit spul opsmeer. Dat lijkt natuurlijk zo, want ogen worden niet ineens blauwer. Maar ja, I like it. Dus deze is echt een aanradertje. Alleen je moet wel echt je handen wassen nadat je hem hebt gebruikt. Want anders smeer je alles onder met oranje, bruin. Dus ik geef mijn handen wassen. En voor wie mij al langer volgt, dan weet je eigenlijk al wat voor soort make-up ik ga gebruiken. Want het is echt al, denk ik, 2 jaar hetzelfde. Nee, maar de diploma-uitreiking vandaag is dus opgedeeld in groepen. Dus ik hoopte natuurlijk enorm erg dat ik bij mijn vriendinnen zat. En dat is gelukkig wel het geval. Ik zit bij 2 vriendinnen. Dus dan is het extra leuk. En ik verwacht echt dat deze vlog echt chaos gaat worden. Want ik neem zelf mijn camera niet mee als ik in de diploma-uitreiking zelf zit. Maar ik geef hem aan mijn vriendinnen die dus in het publiek zitten. Die gaan voor mij filmen. En ik denk echt dat het chaos gaat worden. Dus sorry voor de chaotische vlog die je waarschijnlijk zo meteen gaat krijgen. Maar ik denk dat die echt heel erg leuk is. Ik ben waarschijnlijk niet zoveel bezig met de vlog. Maar ik hoop gewoon dat er leuke beelden worden gemaakt. En dat ik die jullie kan laten zien. Het is gewoon zo gek dat ik nu eigenlijk voor het laatst naar de PABO ga. Dat het hierna klaar is. Ik krijg ook heel vaak de vraag van, zou je de PABO aanraden, de opleiding? En het is gewoon, als jij weet dat jij juf of meester wil worden, dan moet jij de PABO doen. Ik heb gewoon een hele unieke vorm van de PABO meegemaakt. Want ik heb heel veel online gehad, ik heb heel veel op een andere manier. En dat is er nu niet meer. En sinds die tijd zijn er heel veel dingen veranderd op de PABO. Dus hoe ik het heb meegemaakt op mijn opleiding bij de hogeschool, dat gaat niet iemand anders nog een keer meemaken. Dus mijn ervaring is gewoon een beetje uniek daarin. Het is vooral als jij een beetje kan plannen, dan is de PABO echt wel te doen. Het is alleen veel, dus je moet goed kunnen plannen. En dat is echt de key to succes bij de PABO. Ja, als je weet dat je graag kinderen wil helpen, kinderen wil lesgeven, als je veel geduld hebt, dan kan ik de PABO echt wel aan je aanraden als je graag juf of meester wil worden. Maar als je dat liever niet wil, dan moet je niet gaan denken van, oh, de PABO klinkt leuk. Want je hebt maar één doel met de PABO. En dat is leerkracht worden op basisonderwijs. En het is niet net zoals andere opleidingen dat je er heel ver mee kan. Veel bredere dingen kan doen. Je wordt juf of meester. Dus dat is gewoon lastig, zeg maar. Om die vraag daarmee te beantwoorden. Maar ik hoop dat ik hem daarmee een beetje heb beantwoord. Lieve kijkers, wij willen even zeggen hoe wijs trots wij zijn. Onze lieve Jamie. Je doet dat altijd supergoed op school. Dus ook. Ja, het is meer dan logisch dat ze hier natuurlijk zit. Cum laude als je het aan mij vraagt. Maar we hebben hier een hele mooie diploma-uitreiking. Ze staat daar nu te wachten en we gaan het allemaal zien. En wat ze is heel zenuwachtig. Ja, maar wel schattig. Ja. Wat een doetje is het, hè? Nou. Veel maar anders. Ja, oh, echt. Daar zo staan. Hoe moet dat? Ja.
vorige uitreiking. Ik geloof vanavond wel een paar. Op de uitreiking dus van uw dochter, kleindochter, vriendin. Wat hebben we nog meer? En aanverwanten, zusjes, broertjes. Nou, wie u allemaal heeft meegenomen. Mijn naam is Cindy Paulet. Ik geef geschiedenis hier op de Pabo. Kopie je tekeningen. En die leg je ook. Even een korte uitleg over dit shot. We moesten dus als studenten een verhaaltje vertellen over elkaar. In plaats van dat de docenten dat deden. Dus mijn vriendin Jente die had het verhaaltje wat ze over mij moest vertellen. En dit is dus het stukje tekst wat zij voor mij moest voorlezen. Het wordt gefilmd. Twee studenten die nog lang niet klaar zijn. Nog lang niet? Zullen we gaan? Kom. Nee hoor. Volgend jaar, Melissa. Staat erop hoor. Staat erop. Ja, zeker. Nou, Jay. Je bent erg georganiseerd, behulpzaam en een YouTube-juf. Want jawel, ze heeft een YouTube-kanaal. Je hebt een minor bewegingsonderwijs gedaan. Samen met mij, Jody, Manon die hier zit. En dat was altijd onwijs gezellig. Je bent juf geworden omdat je kinderen wil enthousiasmeren tot leren. Jouw superkracht hierbij zijn goede lessen en spelletjes voor kinderen bedenken. Jamie heeft ervoor gezorgd dat iedereen op het feestje van Philip, en Philip zit daar, heeft gedanst. En ook de docenten, dus ook Philip en Marion deden zelf mee. Het is een juf die ontzettend van dansen houdt. De snoepjes in de kantine gaat ze onwijs erg missen. En nou, heel erg gefeliciteerd met je diploma. Een aantal van deze studenten heeft een minor bewegingsonderwijs. Gaan jullie mogen gaan zitten hoor, achter die diploma. En daarvoor krijgen ze een speciaal certificaat, Philip. Inmiddels helaas met pensioen. Ja, hij vindt het zelf helemaal op dat hij met pensioen is, maar wij missen hem wel heel erg. Maar gelukkig is hij er voor de studenten. En deze studenten die dat certificaat halen, die mogen in groep 1 tot en met 8 gewoon gymles geven. En de overige studenten mogen alleen bij de kleuters worden. Hè? Philip zegt het goed? Ja. Ja. Ja, jullie mogen tekenen. U mag naar voren filmen. Go, go, go. Go, go. Kijk, daar heb je Shannon dan. Ja. Hey, 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 ho. Ik kan er niks aan doen. Van op jou. Eens pak jij de zomer. Moet je aan de jongens. Stoppen in zijn auto. Ik heb jou niet. Nou, we gaan zo door, maar eerst nog even een liedje van onze Pabo-band. Wacht even hoor. Woe! Voor de camera, baby's. Ja. Ja, oeh. Oeh, ja. Ik zie waar ik was. Het is gewoon heel officieel klaar. Ik ben klaar. Ik heb mijn diploma. Oh my god. En ik heb allemaal bloemen gekregen van Melissa. En hierbij wil ik ook graag de vlog afsluiten. Het was echt een mega leuke middag. Ik heb echt een onwijs fijne tijd gehad. Ik ben gewoon totdag niet bezig geweest met deze vlog. Maar ik heb gewoon mijn diploma. Oh my god. Ben je benieuwd naar mijn leven na mijn opleiding? Dan kan je zeker abonneren. Want ik neem je helemaal mee in het juffenleven. En ik hoop jou te zien bij een gloednieuwe video. De volgende keer weer. Bye.